Met een leuke kaart toont Vlaams minister Demir waar er in Vlaanderen nog bos kan aangeplant worden op oude stortplaatsen. Uit haar gegevens blijkt dat Gent nog het meeste plaats heeft, maar volgens de Gentse schepen van Openbaar Groen klopt dat niet helemaal. Veel oude stortplaatsen in en rond de stad zijn al aangepakt, zoals het Halfwegpark hier aan de Malemse Meersen. De kaart die we ontvangen hebben, en dat is ook duidelijk meegedeeld, die is nog niet getoetst aan de praktijk. Dat is wat nu moet gebeuren. En het halfwerkpark is inderdaad een van die voorbeelden, hè, met de Malenmeersen, uh, waar dat al gebeurd is en waar recent nog een heel mooi park is gerealiseerd. Dus uh, die kunnen we al afvinken, maar we gaan op zoek naar de volgende opportuniteiten. Volgens de minister ligt er in Gent nog 74 hectare om tot bos om te vormen. De stad heeft daarmee nog het meeste werk van alle Vlaamse steden en gemeenten, maar de cijfers van de minister kloppen dus niet. Ik denk dat wij, als we kijken naar de uh, eigendommen van de stad Gent zelf, dat we daar wel echt al goed scoren. En dat heel veel van die stortplaatsen inderdaad al omgevormd zijn tot parken, tot bos, tot natuur. Um, maar uiteraard is het werk nog niet af. En nu zullen we goed bekijken uh, welke opportuniteiten er nog zijn op die kaart die we ontvangen hebben van de Vlaamse overheid. Gaan we met elkaar in gesprek en gaan we kijken welke plekken we nog verder kunnen omvormen tot bos. Want uiteindelijk is het ons daar om te doen: uh, meer plekken inrichten als groen, als natuur, als bos. Omdat Gent naar ze daar echt kunnen van genieten.